aannemen dat als je een inhoudelijk gemotiveerd verzoekschrift indient, wat een juridische aard heeft, dat de minister niet impliciet een weigering aangeeft in een brief, maar dat hij dat stuk goed behandelt en dat hij dat juridisch ook goed inkadert. En ik ben het met u eens dat het aan de rechtbank is om te beslissen of de brief van 28 november van de minister, of die... of dat aan te merken is als een besluit in de zin van de AWB. Maar in dat kader zou ik u toch willen vermelden dat in ieder geval meneer Ten Hagen als burger van de staat der Nederlanden, waar hij graag uit wil, maar dat staat nu net ter discussie, er toch vanuit mag gaan dat als de minister dan een beslissing neemt, dat dat juridisch doorvolgd stuk is en dat daar op alle onderdelen duidelijk wordt ingegaan en dat er gekeken wordt in eerste instantie door de minister en zijn of haar juridische afdeling of daar nou bezwaar en beroep tegen openstaat en of dat een verzoekschrift is in de zin van de AWB. En ik bemerk gewoon, en als we dus teruggaan naar uw vraag van moet het opnieuw behandeld worden en wat is het processuele voordeel voor de heer Ten Hagen? We gaan graag weer een keer met het ministerie van Binnenlandse Zaken praten om dat verzoekschrift op die punten nogmaals toe te lichten en dan graag weer de wettelijke kaders te vernemen. Want ik probeerde het verschil tot de essentie terug te brengen en ik had het vermoeden dat het er uiteindelijk, en dan kijk ik u ook aan, dat het nu ging om verwijdering van het BSN, dat dat het belangrijkste was. Maar goed, over de omvang van het verschil hebben we denk ik lang genoeg gesproken. Ik heb u de gelegenheid gegeven om toelichting te geven en daar bent u mee bezig, maar dan die toelichting moet natuurlijk wel omgaan waarom, voor zover u dat al uit stukken blijkt, waarom u vindt dat de minister ongelijk heeft met de stelling dat wat betreft de uitschrijving is de redenering dat er geen sprake kan zijn van een aanvraag in de zin van artikel 1, 3 derde lid AWB. En dat de reactie daarop dus ook geen besluit in de zin van artikel 1, 3 van de AWB kan zijn. En dat om die reden het bezwaar niet ontvankelijk is. Wat betreft de vernietiging van het BSN is volgens de minister sprake van een feitelijke handeling. En dat is ook geen besluit in de zin van de algemene bestuursrecht. Om die reden is niet ontvankelijk. Maar goed, dit weet u allemaal. En wat betreft het verwijderen van persoonsgegevens is er geen aanleiding om, zijn er geen te verwijderen persoonsgegevens en is het bezwaar overgrond. Dus dat zijn de inhoudelijke, heel kort weergegeven punten. En daar moet u toelichting over gaan waarom u het daar niet mee eens bent. Over die ongrondverklaring, want eigenlijk heb ik dus over die niet ontvankelijkheid. Ja, moet u het gewoon wel even structureel. In die volgorde? Eigenlijk structureel, ik bedoel. In die volgorde wilt u het. In de juiste volgorde, ja. Over die niet ontvankelijkheidsverklaring, daar heb ik net het een en ander over gezegd. En dan wil ik me toch beroepen op het vertrouwensbeginsel van de heer Ten Hagen, dat als de minister een beslissing neemt, dat er dan sprake is van een besluit in de zin van de AWB. En omdat anders het bestuursrecht, dan is het een grote warboel. Als je het aan het bestuursorgaan zelf niet meer kan. Ik heb steeds de neiging om u te onderbreken, want eigenlijk zegt u dan, zegt u van dit is gewoon onzin. Want als ik een aanvraag indien bij een bestuursorgaan, en het bestuursorgaan reageert daarop, dan is dat een besluit. Maar dat, er gelden regels. Het is een besluit als de minister zelf het tot een besluit benoemt. Je mag er toch van uitgaan dat een bestuursorgaan weet wanneer het zo'n besluit is. Dat zou je ook nog kunnen zeggen. Is het eigenlijk niet zo dat u niet een verzoekschrift ingediend hebt, maar dat u, of u hebt een verzoekschrift ingediend, maar dat u eigenlijk zegt, het gaat erom, meneer Ten Hagen is het gewoon niet eens met de wet algemene bepalingen burgerservice nummer, is het niet eens met de wet basisregistratie persoon. Nou, het gaat natuurlijk iets dieper, dus ik begrijp ook wel dat het een ingewikkelde kwestie is. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat meneer Ten Hagen en met hem toch wel behoorlijk wat andere Nederlanders zeggen, uw hele systeem van wetgeving, we zullen ons moeten distancieren van het hele systeem van wetgeving en we zullen helemaal terug moeten naar de tekentafel, want hoe u het systeem heeft ingericht, lijkt ons te veel op tirannie. Maar dan richt u zich toch tegen wetgeving? Dan richt je je. En dat kan niet. Een beroep instellen tegen een wet. Dat wilde ik u even horen zeggen. Yes. Dat was wat ik u even wilde horen zeggen. Dat kan dus niet. Je kunt niet tegen een wet, tegen de algemene wet bestuursrecht of tegen de wet algemene bepalingen burgerservice nummer. Je kunt niet zeggen ik maak bezwaar tegen
deze wet aan zich. En dus zijn, dat staat geregeld in de wet, meneer Hulleman. We zijn verplicht onderdeel van die wet, op basis van onze geboorte. Ja, goed. Toch? We leven in een democratische rechtsstaat waar een parlement bestaat en waar wetten worden gemaakt en worden vastgesteld. Ja. En dat is de kant. En de tyrannie van die democratische... Ik daag mij een beetje uit op de discussie die ik vervelend vind, want ik behoor tot de rechterlijke macht en niet tot de wetgevende macht. Ja. En als de wetgevende macht degene is die de onderdrukking uitvoert, dan is het toch juist de rechterlijke macht tot wie je moet wenden om te vragen, om te zoeken naar rechtsbescherming. Ja. Ja. Wij zijn hier voor rechtsbescherming van uw macht, want u bent onafhankelijk. De wetgever is niet onafhankelijk, die is namelijk onderdeel van het regime wat wij afkeuren. Ja. U meent dat een bestuursrechter... U weet best, u kent de scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Meneer Hulleman, ik wil u de gelegenheid geven... verder met uw toelichting af te ronden en daarna zal ik u het woord geven. Over de ongrondverklaring wordt eigenlijk gezegd dat er zijn geen persoonsgegevens die zijn niet gekoppeld aan dat nummer. En dat nummer verschaft geen rechten. Dat nummer bestaat en dat is een identificatienummer. En dan wordt er eigenlijk dus, wat wij dus doen, is zeggen in eerste instantie wensen we het nummer vernietigd te zien. Kan dat niet? Nou, dan houdt u het nummer. En dat wordt ook aangegeven, want dat nummer bestaat. En er zijn allerlei, en vreemd genoeg, daar zijn we dus nu achter, is als iemand overlijdt, dan blijft het nummer bestaan. Dus het nummer blijft bestaan, maar de overlijdensakte die vraagt om de naam en die vraagt om het BSN-nummer. Dat is de tweede wat je moet invullen op een overlijdensakte. En het nummer blijft vervolgens bestaan en de persoon wordt losgekoppeld van dat nummer. Wat wij dus vragen is, als het nummer niet vernietigd kan worden, behandel dan ons als personen volgens uw systeem als overleden. Want daarmee repareren we datgene wat ooit onrechtmatig is geweest, dat u de geboorte heeft gekoppeld aan het nummer. Kunt u niet het nummer vernietigen, dan vragen wij u, behandel ons alsof wij overleden zijn, behoud u uw nummer en koppelt u het levende wezen. Koppelt u dan los van uw systeem. Dan zijn we ook waar we willen zijn. Dan kan dat levende wezen zich melden bij een nieuwe, door hemzelf of haarzelf op te richten entiteit. En daarmee een nieuwe variant van een natuurlijke persoon creëren. Eentje die valt onder een regime wat wel mogelijk is. Dat is wat we vragen. Kijk, Nederland is ook maar een idee. Het is een idee. Vroeger was dit Spanje. Daarvoor was het gewoon de aarde, was het een hoopje modder en klei. Dus de democratische rechtsstaat Nederland is geen gegeven. Dat hebben we meegemaakt, het is een tijdje Duitsland geweest, er kan hier van alles gebeuren. Wij zeggen, dat is geen onveranderlijke situatie. Als er mensen zijn die zeggen, wij wensen los te komen van wat u meent dat rechtens juist is, een gesloten systeem van recht waaraan we u verplichten, waarvan wij zeggen, wij wensen dat niet. En blijkbaar is er dus een definitief hebben en houden middels geboorte. Wij kunnen dat af en zeggen, u kunt... Prima, u heeft de mogelijkheid, behandel ons als waren wij overleden. En dan melden wij ons als levende wezen, alsof we opnieuw geboren worden, melden we ons weer ergens anders. En dan beginnen we daar opnieuw. En dat kan gewoon ook in Nederland zijn. Het gaat alleen maar om een stukje grondgebied, als het een vlag heeft, en dan moet je allerlei internationaal rechtelijke verdragen, maar dat zijn de volgende stappen. Daar zijn we nog niet. We zijn eerst om hier te kijken, hoe ver wenst de klauwen van wat u de democratische rechtsstaat Nederland noemt, wat wij zeggen onderdrukkende regime, de democratische rechtsstaat Nederland. Hoe ver reiken die klauwen? Nou, blijkbaar zover dat u zegt van, er zijn nou eenmaal wetten, het kan niet. Nou, dan zeggen wij, het kan wel. Het verzoekschrift is, koppel die gegevens los, verklaar ons als waren wij overleden, dan kunt u uw nummer en uw nummersysteem houden, gaan wij weer verder. Maar ik hoor u nog steeds niet zeggen waarom de redenering van de gesprek waar u zich tegen richt, en op welk deel van die redenering doet u? Want het zijn nogal wat redeneringen die van links naar rechts vliegen. Ik heb ze nu een aantal malen herhaald. En dan heeft u het over... Dus de redenering... Het verweerschrift of de beslissing op bezwaar? Uiteraard de beslissing op bezwaar, want dat is hetgeen waar u broek tegen hebt aangetekend. Ja. En dan heeft u het over... Niet het verzoek tot vernietiging van de persoonsgegevens. Ik heb het over...
u hebt beroep aangetekend tegen een besluit. En dan moet u aangeven waarom dat besluit niet klopt, meneer. Dan wordt er gezegd in het verzoek tot vernietiging van persoonsgegevens, wordt er gezegd, eigenlijk in de overwegingen, dat is een heel stuk. Nou, u hoeft dat niet te herhalen, want dat heb ik... Overwegingen ten overvloed. En u hebt beroepsgronden in. Ik geef u de gelegenheid om die beroepsgronden nader toe te lichten. Dan wordt er gezegd, voorts wil ik verzoeker wijzen op de mogelijke gevolgen die verbonden kunnen zijn aan het feit dat hij is ingeschreven als niet ingezeten in de BRP. Opschorting van de bijhouding van de persoonslijst wegens emigratie naar een onbekend land. Ik hoef niet voor te lezen. Ik licht toe waarom de redenering niet juist... Is op alle fronten onjuist, omdat waar het ministerie of de minister in dit geval de fout maakt, is dat hij ervan uitgaat dat het feit dat de persoon een nummer heeft, dat een onoverkomelijk feit is. Geen nadere toelichting. We zagen aan de basis. Nee. Wilt u even mij laten uitpraten, meneer Hulleman? U hebt dus geen nadere toelichting op uw argument dat niet juist, je kunt niet verder aangeven waarom het besluit wel een besluit is in uw opvatting in de zin van artikel 1.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat heb ik net twee gedaan. Punten. En anders dan wat u al heeft aangegeven, dat u vindt dat simpelweg, dus laat ik het dan zo vaststellen, uw redenering is dat simpelweg, wanneer een verzoek wordt gedaan aan in dit geval het bestuursorgaan, de minister, en daar wordt een... Volgens mij is er voor de zitting heel kort voor de zitting gevraagd voor de opname genomen. Door de zittingen zijn openbaar, maar ik heb nog kort voor de zitting kennis genomen van het feit dat het verzoek om opname te maken is afgewezen. Dus als u... Daar ben ik niet van de hoogte gemaakt. Goed. Uw redenering is simpelweg als je een verzoek indient bij een bestuursorgaan en daar staan een reactie op komt van het bestuursorgaan, dan maakt het dat een besluit. Nee, niet in het algemeen, maar als er een reactie op komt zoals er in dit geval gekomen is, namelijk een reactie ondertekend door de minister waarin gezegd wordt op dit besluit staat bezwaar, de minister noemt het zelf een besluit en dan heb je in mijn vertrouwensbeginsel. Ik heb daar dus geen nadere argument voor. Ik heb in mijn beroepsschrift heb ik het vertrouwensbeginsel niet genoemd, daar zou ik graag een beslissing hebben. Kan ik de minister vertrouwen dat als hij een beslissing neemt dat hij weet of dat een beslissing is of gewoon een brief? Want hij noemt het hier een beslissing. Kan ik naar de minister dan, vertrouwen? Goed, dat was dan uw toelichting. Ja. Dan ga ik nu naar de heer Von Mijnveld, dat bent u, en de heer Severijn. Wie van u beiden voert het woord? Van de specifieke vraagstelling, maar ik... Nou, ik heb geen specifieke vraag aan u, alleen als de vraag of u wilt reageren op de nadere toelichting die de heer Hulleman heeft gegeven. Ja, ik heb enkele opmerkingen. In het bestuursrecht is het zo dat een verzoek uiteraard op een behoorlijke wijze behandeld moet worden. Maar niettemin kent het bestuursrecht ook de mogelijkheid om een besluit of iets wat daar wellicht op lijkt, nog eens in heroverweging te nemen. En dat is ook precies wat hier gebeurd is. En bij die heroverweging kan het natuurlijk zijn dat het bestuursorgaan zich nog eens bedenkt en denkt van nou, is nou dat oorspronkelijk besluit geweest? Of is dat geen besluit geweest? Of is het iets anders? En dat is ook hier gebeurd. En daarom is het dus op zijn zicht niet zo vreemd dat in die heroverweging er uiteindelijk iets anders kan uitkomen. En een ander oordeel kan komen over datgene wat op dat moment als primaire beslissing op tafel ligt. Het enkele feit dat iemand een brief stuurt aan de minister en daar een reactie op komt, brengt niet met zich dat het daarmee een besluit is. En zoals u terecht al opmerkte, uiteindelijk is dat een beoordeling van de rechter. En we hebben in het verweerschrift en ook in de andere stukken al op de diverse jurisprudentie gewezen waarin daar het een en ander over gezegd wordt. Is het nu zo dat er helemaal niet bij de rechter terechtgekomen kan worden? Ook dat is niet natuurlijk het geval. Terecht merkt u op dat u als bestuursrechter zich gehouden heeft aan een aantal kaders zoals die in het algemeen bestuursrecht zijn vastgelegd.